Iedereen is wel bekend met deze manier van lesgeven. Tegenwoordig echter vallen digitale leermiddelen niet meer weg te denken uit onze klas. Zo kunnen we een foto laten zien en ter verduidelijking een aantal zaken bijschrijven. Uiteraard zijn er nog veel meer digitale leermiddelen die het leren leuk, boeiend en persoonlijk maken. Wil jij ook digitaal les krijgen of geven? Doe mee aan de wedstrijd en win digitale middelen ter waarde van 50.000 euro. Bedenk hoe je digitale middelen kunt toepassen en dien een creatief voorstel in. Iedereen van de middelbare school kan meedoen. Of je nu leerling bent, docent of in het bestuur zit, schrijf je nu in. Rico.